Oh, ik heb iemand Nee. Die quickscope! Ik knifte jou en ik heb een quickscope, noscope die iemand gaf. Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Dylan vs. Jeffrey. En in deze aflevering hebben we natuurlijk weer een gloednieuwe challenge. Ik ben natuurlijk niet alleen, ik ben samen met Jeffrey. Jeffrey? Hi. Hi. En wat wij in deze challenge moeten gaan doen, de challenge is trouwens van Just Sherry, oftewel Sherlin. En die zegt, probeer een potje gun game te winnen, maar je mag bij geen enkel wapen richten. Wij dachten zo van, één potje is een beetje kort, dus we gaan er gewoon twee doen. Wat? Hoe de fuck had ik hem niet? De eerste map is op de map Frontier en we gaan gewoon kijken wie er gaat winnen, jongen. Dus Jeffrey, kom maar op, man. Kom maar op. Oké, hoe ga ik dit raken? Die handgun is zo kut, jongen. Wacht, moet je gaan liggen of zo? Ja, je moet wel dropshoppen, dat is denk ik wel handig. Ja. En als geen van ons twee een potje wint, dan is het gewoon degene die het hoogste geëindigd is in de ranglijsten. En die heeft dan voor ons twee gewonnen. Hoe kan ik dit? Ik kan nooit iemand killen met dit pistooltje, man. Ik moet er echt naast gaan staan. Ik heb een kill. Nee! Shotguns zijn natuurlijk heel... Oké, ik wou heel makkelijk zeggen. Ik ben gelijk dood, man. Jeffrey, ik heb één kill. Twee kills. Oké, de eer had... Maar je mag dus niet inzoomen, man. Dat is wel... Het is wel een geniale challenge, though. Maar we gaan het gewoon proberen, natuurlijk. Je krijgt een malen. Echt? Dat is wel chill, ja. Oké, ik ben een sniper. Ik kreeg hem niet dood, man. Ja, ik was sniper, dus ik heb sowieso niet gehad. Die malen, die zoomt zo... Of die hipfight zo chill. Ik heb iemand Nee! Die quickscope! Ik knifte jou en ik heb een quickscope, noscope die iemand gast. Oh my god! Ik ben fucking ver opeens. Oké, geraakt. Dit is zo leuk. Maar hoe dan? Hoe had ik hem? Verdomme. Ik ga zo lekker, gast. Ja, ik krijg een kill met die sniper. Oh my god. Ja, ik heb wel. Echt één vieze noscope was dat, jongen. Als ik gewoon die sniper kill, dan ben ik zo weg. Weet ik, gast. Ik sta... Oh my god. Hipfire. Shotgun. Ja, verdomme, die sniper, jongen. Oh, dit was zo vet, hè. Ik sta nog steeds van te... Kut, ik ben gekild. Shit, die Bjorn gaat volgens mij hard. Die staat volgens mij eerste. Ja, kijk waar fucking jij staat. Kijk waar ik sta. Kut, ik wou daar... Kut. Ik sta fucking derde zelfs. Moet je nagaan. Maar je kan niet inzoomen met die shotgun. Dat is wel kut. Ja, die Bjorn die won net ook. Het enige potje. Ja, dat is wel kut. Oh, kut. Oh, ik moest dat haakje van die MV4 nog overhalen of zo. Ik weet niet wat hij deed. Ik had hem. Die dash boeit mij echt niet, joh. Oké, hier staat een laser sight op, gast. Het wordt ons gewoon gegund. Oh, kut. Ik mag niet inzoomen. Oké, nice. Kut, verdomme. Ik zit bij mijn laatste wapen. Oh my god. Neem maar iemand anders ook. Yes, ik heb gewonnen! Ga je back, man. Hipfire and only. Bots op je melk, gast. Hoe kun je dit winnen? Ik weet niet hoe beest ik ging, man. Maar we hadden wel geluk met deze map, though. Dat je echt dicht bij die mens komt. Maar jongens, het staat nu 1-0 voor mij in dit potje. We gaan natuurlijk twee games doen in deze video. Dus op naar game nummer 2. Ik ben onzichtbaar. Bij jou ook? Mm-hmm. What the fuck? Ze vinden je zo leuk. Ja, nou, hey, bedankt. Nou, jongens, op naar game nummer 2. Zo, mensen, we zijn bij game nummer 2 aangekomen. En deze keer is het op de map de Retaliation. En dit is een really big map voor Hipfire's Only Challenge in Gun Game. Dus Jeffrey, kom maar op, jongen. Als jij nu gelijk maakt, dan moeten we nog een potje doen, helaas. Want helaas. Ik wil gewoon winnen. Yo, ik heb de kill. Ik heb een shotgun, een banshee, oké. Weet je wat het is? Vertel wat het is. Was dat iemand? Ja, kut, die ga ik nooit... Vies kind, jongen, die wachtte mij op daar, ik kon daar nooit heen. Bjorn, jongen, dat is nu al... Ja, die Bjorn, hij kan inzoomen, weet je, dan kan hij echt hard gaan. Oh shit, pam. Laat mij die... Je moeder. Nee! Ik heb hem! Dat was jij! Ja, ik heb die ook! Ik wist dat je achter me zat, dus ik wil snel die andere kill oppakken, maar ja. Hey, die noob kill telt ook toch mee als je die hit... kijk, hitmarker. Kijk hier, dat killt zo... Ik ben nu al bij de... Kom op, kut! Dat ding kan echt niet van afstand schieten. Oh shit. Ik heb een sniper, nee. Oké, hier gaat de hel aankomen. Snipers zijn moeilijk, jongens. Oké, ik ga echt tegen iemand aanstaan. Pam! Fuck jou. Pam! Oh, ik krijg een hitmarker! You fucking real, man. Gods, jij hebt echt geluk daar, hoor. Oké, wacht, ik zie iemand campen. Nee.
Yes, oké, ik ben langs de sniper. Oh my god, wat geluk. Ja, je moeder, jongen. Oh, iemand zat te campen in een hoekje, man. Nee, zat hij niet. Je moet opnieuw. Oh, ja. Oh, dit gaat zo lekker. Oh, ik ben ook langs. Echt? Ik ben Bjorn. Oh, nee. Oh, nee. Die ga ik nooit kennen. Echt? Oh, je bent naast mij gehad. Oh, wacht. Nee, dit heeft zo'n Akimbo-ding, hè? Akimbo is nog chiller om te hipfire, want met die type 2. Hoppa, ik heb die type 2. Echt? Jezus, jij gaat heel snel. Ik ben er nu pas. Oh, wat? Ah, ik heb bijna die andere. Oh, ik ben er voorbij. Ik ben nu bij zo'n noob-tube, gast. Hots, klaar, lig. Ja, je moeder. Hots, ik ga echt lekker, gast. Dit is... Kom eens even terug, jij. Oh, kut. Dit gaat nog best goed, hoor, dit hipfire. We hebben ook best geluk dat we, hoe heet dat, veel laser sights op die wapens krijgen. Shotgunnetje helemaal. Oh, jij gaat zo snel, of niet? Oh nee, dat is die Bjorn weer. Die Bjorn is wel echt zweetje, volgens mij. Oké, nice, ik heb hem. Shotgun, oké, dat is chill voor je. De spest. Jezus, oh, nee. Hij heeft een sniper. Nee, laat me die kill maken dan Bjorn. Ik moet een challenge winnen, man. Jij niet. Of hij zit ook op te nemen, toevallig, die vent. Oké, ik zag iemand. Nee, het kut is dat je niet met die shotgun kan inzoomen. Dus die verre afstand niet kan hitten. Die vent gaat winnen, man. Maar ik sta boven jou, dus dat is mooi. Maar echt, oh kut, we zijn gelijk. Oh my god. Jeffrey, dit kan nog best spannend worden, man. Oké, ik moet even die shotgun killen. Oké, die vindt gaat daarin. Oké, ik ga hem... Kut, ik ben bij die ABR. Ik ben daar ook. Oh nee, bij de K, die AK ben ik. De volk. Maar, oh, alsjeblieft, hé. Hey. Oké, ik ben langs de ABR. Nee. Jij mag niet winnen, gast. Hipfire, kom op. Oh, ik had hem niet door dat hij in mijn rug zat. Nee, Bjorn. Jij gaat zo fucking ziek hard. Oh, kut, hij heeft de... Ja, maar ik mag niet inzoomen, man. Dit is oneerlijk. Die vent komt niet. Ik ben genijfd. Ik ben fucking genijfd. Ik ga zo slecht nu opeens, man. Ik ben mijn laatste, jongen. Hot. Ja, nee. Ja. Als je me genijfd had, hè, dan was ik echt zo boos geworden. Klopt. Oh my god. Kut, ik heb geen knives meer. Bro, kom jij eens even hier. Kut. Dit is echt nog... Oh my god. Ik sta 2 kills fucking acht. Nee, één van jullie gaat er nu een maken. Nee, ik heb yes, lekker. Als die vent gaat knife runnen, dan kan ik nog winnen, man. Ja, oké, ik sta gelijk met jou. Nee, uit back, tief op. Nee, ik ben ook kut, ik word gewoon fucking noobtube, man. Oké, ik ben bij last. Nee, jij gaat. Oh, jij geluk, jongen. Papa. Oké, ik ben er ook. Nee! Hey, ja, ik heb die Bjorn geknifed. Dylan, psst, maak het spannend. Kut! Alsjeblieft, man! Dylan, maak het spannend. Nee, dat kost geld. Hut. Oh, ja, hier! Je moeder, Dylan! Oh, damn! Oh, maar hoe ik zoveel mensen daar knifed. Ik had echt geluk dat hij die Bjorn knifede, man. Hier! Met hipfire kan je gewoon nog winnen, man. Damn! Ik zou zeggen, jongens, probeer deze challenge natuurlijk ook uit. Ik ben weer onzichtbaar. Dylan heeft hacks. Hey. I'm too good for this game, man. Nee, I'm too onzichtbaar. Dit is de perfecte. Dylan heeft hacks. Daarom is het. Maar jongens, dit was natuurlijk alweer de derde aflevering van Dylan vs. Jeffrey. Natuurlijk staat de score op 3-0 voor mij. We gaan natuurlijk tot de 3. Dus ja, Jeffrey, je moet pittig hard aangepoten, man. Jeffrey is er gewoon stil van geworden. Maar jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet niet zeker een blauw duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super tof vinden. En te abonneren op mijn kanaal natuurlijk. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Da. It ain't my fault.